meisjes en mannen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe manvraag. En nou denk je natuurlijk, waar is Marit? Nou, dit is ons nieuwe kantoor. En wat heel gaaf is, er komt dadelijk echt een setting voor Marit tussen de mannen. Oeh, een roze bank. Die is er helaas nog niet, dus nu zit ik eventjes op deze coole bank met deze toffe kussens onder andere. Vandaag behandel ik de vraag, wat vinden mannen van vrouwen die niet kunnen koken? Ja. Koken. Het is iets dat al heel lang wordt gedaan, sinds de uitvinding van het vuur. En het is eigenlijk ook best wel handig, want daardoor bederft eten minder snel en is het voedsel beter verteerbaar voor de mensen. Inmiddels is koken iets dat volgens mij iedereen toch wel een keer moet hebben gedaan als hij 20 is. Alhoewel, soms kom ik nu dus gewoon mannen tegen die op hun 20ste nog niet eens een ei kunnen bakken. Dat is best heftig. Het is dan ook voor sommige mannen heel belangrijk dat hun vrouw een beetje lekker kan koken. En in Nederland hechten we hier misschien nog ietsje minder waarde aan, maar in het buitenland vinden ze dat pittig belangrijk. In Italië vond een 47-jarige man het zo belangrijk dat zijn vrouw zou koken, dat hij haar voor de rechter sleepte, omdat ze dus niet voor hem kookte. Hij zei dat zijn vrouw zijn gezin mishandelde, omdat er dus niet voor hem werd gezorgd. Sorry, maar dat is best wel heftig hoor. Dan pak je het zelf toch gewoon op? Mannen! In Nederland zijn we overigens geen fan van lang in de keuken staan. Geen ander volk staat zo kort in de keuken. En dat is blijkbaar dus gemiddeld 18 minuten in Nederland. En van deze maaltijden wordt ongeveer 62% door de vrouwen gekookt en 38% door mannen. Ik moet zeggen, ik vind dat best wel wat, 38%. Als ik in mijn eigen omgeving kijk, bijvoorbeeld mijn vader, maar ook bij ons thuis, ja, dan is het toch nog best wel traditioneel en sta ik toch voornamelijk in de keuken, net als mijn moeder. Maar goed, voor de wetenschap moet ik ook wel even testen hoe het precies zit. Dus ik ben heel benieuwd naar wat mannen van mijn kookkunsten vinden. Ik ga wat voor ze maken. Wat dan? Titten. Pasta met pesto, tonijn en spekjes. Ik sta in de keuken van het kantoor, want hier ga ik het maken. Want iedereen is op kantoor. Het gerecht is van HelloFresh. En zoals ik in mijn weekendvlog ook al had aangegeven, ik heb een samenwerking met ze. Je kunt nu een box bestellen met 25 euro korting als je de code HelloMarit invoert. Check de link in de beschrijving. Ik ga vandaag een gerecht maken van de Quick and Easy box. En deze is super makkelijk klaar te maken. Eigenlijk moet het niet mis kunnen gaan en moeten de mannen het heel lekker gaan vinden. Maar we gaan het gewoon even proberen. Het is klaar en ik ben heel benieuwd wat de mannen ervan gaan vinden. Eten! Oeh. Ze staat er al met een bordje voor mijn neus. Probeer. Moet je even proeven? Ja, graag. Het ziet er wel goed uit. Ja, ja. Is lekker. Tim, nou jij. Ik wil eerst. Oké. Oh, dat ruikt goed. Mmm. Ja. Lekker. Ja, maar voor elke dag als lunch, ja. Ja? Ja. Zeker. Nice. Echt lekker. Ja, ik vind je lekker. Rens. Eten. Voer. Proef. Eet. Ja. Hey, Rens heeft te eten. Hey. Of ja, Rens een lintworm heeft te eten. Gelukkig. Ik ben in ieder geval geslaagd. De mannen waren tevreden. Maar het is natuurlijk de vraag, wat vinden de mannen in het algemeen nou van vrouwen die niet kunnen koken. Wat vind jij van vrouwen die niet kunnen koken? Dat is jammer. Vrouwen die niet kunnen koken in het algemeen hebben niet zoveel problemen mee. Dat is meer een eigen probleem, denk ik. Maar jouw vrouw? Die moet wel koken. Maar die moet goed koken. Niet een afknapper of net wat of zo. Want vroeger was het zo dat altijd de vrouw moest koken, maar tegenwoordig dan kan de man ook heel vaak koken. En dat vind ik ja, niet slecht of zo. Als ik een vrouw zou hebben die niet zou kunnen koken, en ik wist dat, maar ze wil wel de hele tijd koken, dan dat is lastig. Dat is een lastige situatie. Ik zou dan zelf gaan koken. Bas, je bent nieuw in de manvraag. Klopt. Vertel, wie ben je? Ik ben Bas en ik ben nu stagiaire. Ik ben het hulpje van Marit en van Lisanne. Aha, en dan heb ik ook meteen een manvraag voor je. Kom maar op. Wat vind jij van vrouwen die niet kunnen koken?
Niet zo heel erg eigenlijk. Ik vind het jammer dat ze niet zo goed kunnen koken, maar ik denk altijd bij mezelf, je kunt altijd dingen leren natuurlijk ook. Zou je erover liegen? Zou je doen alsof ze goed zou kunnen koken? Nou, ik zou dat denk ik heel subtiel brengen. Ik zou haar denk ik niet direct zeggen, je kan niet koken, want dat is best wel beledigend. Ik zou eerder tips gaan geven hoe het beter kan naar mijn mening, zeg maar. Nee, dat denk ik niet. Ik zou wel eerlijk zeggen van, ik had liever iets anders gehad. Maar stel nou, je had mij niet en je had een eerste date en zo'n chick heeft super lekker eten voor je bereid. Echt heel erg de best gedaan, maar het is niet te pruimen. Is dat een afknapper? Ja, dat is een behoorlijke afknapper. Ja? Ja, vooral als ze denkt dat ze zelf goed heeft gedaan. Nee, ik vind het geen afknapper, want ik voel me dan op zich aan de ene kant ook best wel trots dat ik dat dan misschien beter kan dan haar. Nee, dan vind ik het geen afknap. Als je echt je best hebt gedaan, maar ze het hebt afgeraffeld en zo van, hè, maak dat even snel, dan zou ik dat wel een beetje jammer vinden. Is het een afknapper dat als je een date zou hebben, de eerste date, en zij zegt, nou, ik ga lekker voor je koken. En het is allemaal echt super smerig, maar zij eet het wel op. Nee. Nee, ik denk dat ik best wel goed met die situatie om zou kunnen gaan. Want dan zeg ik gewoon, laten we pizza bestellen. En dan, Oeh, dat is een moeilijke. Ik denk dat het een afknapper is als iemand echt iets heel simpels laat verbranden. Bijvoorbeeld een eitje koken, bijvoorbeeld ook dat en dan helemaal ontploft. Ja, dat zijn de simpelste dingen. Dat vind ik wel een beetje een afknapper als je dat niet kan. Nee, ik zou er niet blij mee zijn. Ja, niet eens zo, hè, zo man-vrouw. Zo van, ja, vrouw moet in de keuken. Dat bedoel ik niet eens. Maar meer van, ik kan gewoon niet goed koken. Dus ik zoek dan een yin-yang relatie met iemand die wel goed kan koken. En kan andere dingen weer goed. Wat kan jij dan goed? Niet koken. Mannen zijn wel redelijk mild. Ze vinden het niet zo heel erg. Sommigen zeggen, ja, ik hou zelf eigenlijk ook wel van een beetje koken. Dus ja, dat is niet zo'n probleem. Alleen je hoorde bij Dylan dat het wel een flinke afknapper zou zijn. Want anders zou die denk ik doodgaan van de honger. Want die jongen kan gewoon echt niet koken. Ik ben voor volgende week weer op zoek naar een nieuwe manvraag. Stel die hier beneden in de reacties. En wie weet ga ik met jouw vraag wel op onderzoek uit. Wil ik jullie verder weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!